Bobo, à l'onus en. Allo maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps, allo maman. Dietro, vandaag ga je uit man. Als je deze vlog ziet. Hey Dietro, check deze. Ik doe iets man, hey, laat even iets goed zien dan. Huh? Ja, wacht, Dietro, als jij komt, ik doe zo. Die man gaat, die man richting Kralingse Bos. Woe! Jetro, oppassen jongen. Ja? Ah! Laat het ook maar man. Hey. Laat het ook maar bro. Eindelijk aan Jetro, eindelijk hè. Wat ga je doen? Ik gooi die schijt naar binnen. Ik ga je... Help. Doe zo. Kan niemand Jetro. Hey. Bij deze broer. We zien jou morgen, ik ben er ietsje later. Ik moet even wat doen. En dan gaat het echt met hem een beetje landverwanten, man. Sowieso, man. Hey. Sowieso ga je eerst mij checken morgen. Hey, ik had een vraag voor alle kijkers, maar ik ben vergeten, man. Wat snel? Van wie houden jullie meer? Van mij? Of van hem, man? Van mij hoef je niet te houden, man. Hey. Kies maar gelijk voor hem, hoor. Van mij hoef je niet te houden. Bam. Hey, weet je wat raar is deze tijd? Normaal als iemand iets kwijt wil, gaan ze zeggen van... Hey, weet je wat ik niet snap? Die mensen die dit dragen, of die kapsel, of dit. Weet je niet, je snapt. Die gym is die dit, die gym is die dat. Weet je niet. Nooit zegt iemand, als iemand wat wil uiten, dat hij zegt van... Ja, gisteren een leuke boekje gelezen en ja, was tof weer. En ja, leuke potje gevoetbald. Ja, zo. Zulke dingen hoor je niet, man. Deze tijd is helemaal kapot. Ik heb gemerkt, als je niks hebt, dan houdt iedereen van jou. En als je alles hebt, dan wordt iedereen je omlaag halen, hè, toch? Dat is wel zonde, man. Ik zeg je dat eerlijk, man. Maar ja, het komt goed. En dat is deze vader die hier doorrijdt. Kijk hem daar zo. Kijk, vader die rijdt daar net door. Zeg maar, hij ziet mij niet, hè, toch? Wallah, is heel toevallig, man. Wallah. Dat bedoel ik, man. Kijk, Fadi, je rijdt, zeg maar, je ziet mij niet. Je rijdt net langs mij. Zeg maar, deze jas zien zo opvallend. Maar je ziet mij niet, maar je rijdt zeg maar gewoon door. Deze tijden moet je wakker zijn, man. Ook als slaap moet je wakker zijn, man. En als je wakker bent, moet je slapen, man. En nog iets, even snel. Kijk, wij komen dagelijks mensen tegen, het gaat uit respect. Die fan zijn of... Die gewoon naar ons kijken of gewoon ons goeie vinden, weet je. Maar... Je hebt mensen die lopen en dan gaan ze je aankijken van zo. En dan willen ze je groeten, maar ik weet niet of je mij wil groeten. Snap je? Want ik ken jou niet, jij kent mij wel. Of ons, jij kent ons wel. Snap je? Jij wilt mij groeten, maar je blijft mij aankijken van... Groet dan, maar hoe moet ik... Stel dat ik jou groet en je groet mij niet terug. Staat er 1-0 voor jou, kan niet man. Dus bij deze mensen die ons willen groeten, groet gewoon maar. Wij zijn beleefd, alles uit respect. Wij doen geen rare dingen man, weet je zelf. Hey, we zijn hier met Jetro. De enige echte man. Rechtsback of linksback? Linksback, man, bro. Hey, even kappertje doen. Ja, man. Dan gaan we verder praten, man. Jeter heeft ons geflasht. Ja, man. We zeiden, we gaan kappertje, maar hij weet niet wat kappertje is, bro. Wat de fuck, man? Zo onduidelijk, toch? Anders, ik wist niet, man. Anders had het fresh. Hey, trouwens, ik wil wel knippen, man. Als het niet lang gaat duren. Huh? Ik wil wel knippen, man. Of andere keer, maakt niet uit van mij, bro. Kijk, man. Ja? Oké, bro, dan gaan we eten. We gaan eten. Mooi, we zien jullie in de auto, man. Hey Armo, als jij dit ziet, je bent fake man. Ja, zo. Hij is nepper. Leg even uit waarom. Hij is nepper dan wat? Nepper dan nette kleding. Broer, weet je wat die man doet? Hij gaat naar mensen op straat. Ik kom jou tegen, broer. Ik zeg, geef jou banko. En ik ga wat bij jou doen. Sla mij niet, maar ik kom wel afreageren, broer. Snap je? Ja. En dan gooi je dat op YouTube en dan... En deze film is even. Ik heb zo'n check op een app. Armo, als je deze hoort. Wola is echt, ik heb je verteld toch? Hey, ik heb gezien. Deze man zegt tegen die chick, alsjeblieft kom ik voor je voeten likken. Die chima zegt de hele tijd van, doe normaal dit, dat hij zegt, kom gewoon, ik ben met de boys, met Johnny Bravo, dit. Heb je precies gezegd, al die gesprekken staan nog klaar, man. Ga je exposen, broer. Weet je wat die man doet? Nee, natuurlijk niet, ik ben niet op hem, maar die man is ook, voilà, maar die man is ook een type, hij gaat naar kleine kinderen, hij zegt, ik kom gaan foto maken, snap je? En dan noemt hij hun fans. Nee, voilà. Zulke dingen doe je, broer. Je bent fake, kan niet, man. Fake, broer. No. Maar even, broer, even terug naar Jetro, broer. Hoe ben je begonnen, man? Ik was eerst op straat, man. Nu toch? Op pleintje gewoon.
daarna op een gegeven moment, ja, reed mijn vader met mij op de scooter. Sowieso die tijd was weer toch. Was die runner en zo toch, zip. Yeah. Was die hele actie. En we reden langs Sparta 20. En hij zei, wil je niet op veld gaan voetballen? Ik zei, ja, is goed man. Wat was je? Ik was 7 man. Oké, oké. 6, 7. En toen speelde ik in de F5. En daarna na halfjaartjes deed ik mee met F2, F1. Selectie, gewoon toernooi. Toen kom ik naar Feyenoord en Sparta Rotterdam. Ik heb voor Sparta Rotterdam gekozen. Oké, okay. Oh, je speelde eerst Sparta? Ik speelde eerst Sparta 20. En toen was je naar Sparta? En toen was je naar Sparta Rotterdam gegaan. Oké, okay, oké. Okay. Oh, dat ringt mij nog, sorry, dat ringt mij nog. Ja, klopt. Ik volgde die tijd op. Want je in mijn buurt woonde toch? Ja, die toch. Verhalen gingen rond toch? Ja. En hoe ben je bij PSV gekomen dan? Toen ik 16 was, ik speelde bij Sparta in het eerste, jongste speler. 16? Ja, man. Jongste speler ooit? Of? Ja, maar jongste speler nog steeds, man. Die verhaal ging hij rond. Ja, ja, ja. Ja, toch. En toen, had PSV me gekocht, man. Oh, gelijk. Zo, man. Hey, dat was die dag toen hij die gepakt ging spelen, volgens mij. Doe ze licht aan, broer. Dat is veel beter, broer. Jetro, yo. Die dag volgens mij ging je tegen Porto gaan spelen. Ja man, ik had gecheckt. Ja, ik had gecheckt. Voor jullie begonnen zijn ze de jongste speler ooit. Ja, op EK was dat. Op EK, ja toch. Maar je hebt tegenover nodig staan. Ja man. Je had hem in je zak. Ja, hij kwam twee keer of zo op mijn richting, maar hij deed niet veel. Man. Ik had wel geluk, want anders is rood pakken. Hij hoort er nodig, gelijk enkels daar, man. Ja, man. Maar is het zeg maar, is die man echt van een ander universum? Ja, wel, man. Ja? Snel. Snel alles, man, bro. Dit is niet normaal, man. Oké, ik ga je een voorbeeld opnoemen, ja? Je hebt bijvoorbeeld bij PSV, als het goed is, heb je Narsing, toch? Ja, toch? Hij is de snelste daar, toch? Ja, zo kan ik dat zeggen. Hij is de snelste. En als je hem vergelijkt met Narsing qua speed? Het is 2 keer Narsing, man. Twee keer? Ja, want die man is snel, man. Ik had ooit een lijn gehoord van, ik 1-2, versnel je net, Narsing. Ja, maar dat is het ook, man. En wat is bij Ronaldo dan? 1-1, broer. Hij is 2 keer zo snel, ik 1 net Ronaldo, broer. Ja, man. Hey, we kijken. Hoe lang nog voordat we daar zijn? Weet niet, man. Wat gaan we, oostpakken of wat? Gaan we... Nee, ga richting foto. Misschien wel hard aan voor hem. Dus of je gaat liegen of je gaat de waarheid spreken, ja? Zo. Tromgeroffel voor je gaat bewerken. Broer, Ajax of Feyenoord? Feyenoord, man, broer. Hoe niet? Oké, mag ik mijn verhaal doen nu? Ja, ja. Ik ben voor Ajax, waarom? Niet meer deze auto sturen, kijk. Feyenoord. Broer, sturen we deze kant af. Wat zeg je, man? Kijk. In mijn hart ben ik een Feyenoorder. Maar als ik moest kiezen als speler zijnde, weet je, als voetballer zijnde, dan zou ik eerder voor Ajax kiezen. Waarom? Ajax is een team. PSV ook. Bruh. Feyenoord heeft meestal, ze brengen één mannetje om het verschil te maken, snap je? Of ben je daar niet mee eens? Kijk, weet je wat het is nu? Ik speel voor PSV toch, broer. Ja, het is maar net hoe je het wilt zien, man. Weet je, wij zijn de beste. Zo, PSV, ze zijn de beste. Ik zou het liefst ook toen die tijd misschien voor Feyenoord kiezen. Ja. Maar ik heb voor PSV gekozen. Van Feyenoord wel, maar niet. Mm-hmm. Snap je? Maar nu, het enige wat ik wil zeggen is, ze doen het goed, oké, mooi. Maar ja, PSV is de beste, man. PSV nummer 1, man. Als mensen zeggen Ajax of Feyenoord, zeg, weet je, als ik eruit wil komen, zeg ik gewoon PSV, man. Oké, en deze Barça of Real, JT? Hey. Enge vragen daar, bro. Real toch, bro. Oh, kijk, nu zijn we wel samen, bro. Doe de Real toch, bro. Je kan niet met Barça in mijn auto komen. Dat zou ik je wel echt eruit, Joe. Okay, ja. Gelukkig zijn we echt Real Madrid, bro. Dat zou ik hem echt kicken hier. Ja. Hij houdt van die uitdagingen, weet je wel. Ik word daar kankergeil van, wallah, bro. Zweretje, bro. Maar als die andere was, zou die niet aankunnen. Bro. Welke? Die andere parkeerplek. Nee, man. We zijn er. We zijn er, man. We zien jullie daar, man. Voor de 10e keer. Ja, man. Pak een strijder. Ja toch. Zo is het niet. Ja, maar ik... Of naar hem alleen? Okay. Ja toch, je moet ook met hem toch, broer? Fans. Ja toch, love man, broer. Je komt nu ook in die vlog, man.
Hey, volgens mij wel vergeten net, man. Hey, hola, zo, hou je... Beetje verder, beetje verder, broer. Verder? Fucker. Die statief zijn we ook zo vergeten. Ja. Die man, je weet toch, je moet je fans ook aandacht geven. Ja, zeker. Hey, Jetro, wat zijn de voordelen en nadelen als prof zijn? Nadelen, je kan niks verkeerds doen, man. Oh, ja. Want je voordelen... doet alles al verkeerd. Ja. Voordelen, je toch? Je hebt mensen die je altijd weer toch als voorbeeld hebt. Mm-hmm. Laat me je wat zeggen. Kijk, vroeger had ik altijd iemand die ik wou zijn, weet je toch? Stel voor, jij was Ronaldo, ik wou jou zijn, begrijp je? Ja, toch. En die toren is nu, ik wou alleen mezelf zijn, begrijp je? Ja. Ik ben voorbeeld voor kleine kinderen en voor anderen. Ja. Hoi! Salut, wil je ook op die vlog? Zeg eens even hallo. Zeg even hallo dan. Waarom doe je zo bescheiden? Nu doet ze bescheiden, maar ze liep om weer te kijken. Aanmogen is wel. Hey, leuk is het dan. Wie wil dat Jader gaat vloggen, man? Hoe past het bij jou? Is niks voor mij, nee, weet ik. Is niks voor mij. Ik ben wel met die niggas hier. We zijn met matties nu, hè. Dus... Sowieso, man. Even naar Simit snel. Even etentje doen. Even naar Simit snel. Ja. Gilirburia. Ga je een paar Marokkaans borden hebben? Hij is daar. No. Marokkaanse borden. Die dingen die ik ken zijn geen goede dingen, man. Ik kan die dingen niet gaan schouden, man, broer. Ja, toch? Ja, man. Hey, bij deze, we gaan zo zien, man. Zoals altijd, lekker. Vind ik dan, hè? Of niet, broer? Ja, toch? Ja, top. Broodjes lekker, vers. Hey, Simit, kom even op beeld daar. Kom even. Eentje. Mensen willen je altijd zien, broer. Zeg, wie is die eigenaar, toch? Anoniem, hij is anoniem, die broer. Ja, dat is hij, man. Als je met zijn haar aanraakt, hij gaat gelijk naar huis. Luister dan. Deze Simit raakt mijn haar aan, ik flip. Ja, ik flip. Maar ik flip zo erg, broer. Wat is dit? Kio, dit, broer. Ik heb geplast in mijn broer. Maar weet je waarom? Hij moet helemaal naar buiten. Hij heeft zijn haar geraakt, broer. Hij moet helemaal naar buiten. Nee, maar ja, luister, kijk. Wat is dit? Wacht. Kijk. Je weet toch als ik mijn kapsel doe? Kijk deze. Ja, hij steekt dat. Broer, kijk deze. Hé, hey, broer. Wacht. Kijk hier. Kijk, broer. Deze lijkt alsof je status apart is. Jullie lijken op Vegeta, een beetje. Deze woont in Belgique, die andere woont in Belgique. Dit is Bermus. Hey. Je bent niet de enige die volgt, broer. Je bent niet. Ik zag het eerst, broeder. Voilà, Scott, heel deze vlog, broer. Deze is gaande. Deze gaande, broer. Hey. Wanneer je niet je eigen video's op YouTube aan het kijken bent, dan ben je naar... Waka, broer. Rustig. Hey, hij zegt dat zijn goed hart. Ik geloof hem wel. Ik heb het gezien, broer. Maar broer, bewijs, hè. Volgende keer, Jetro. Volgende keer zijn we op die dingen, broer. Hey. Hij is oom, man. Kraling. Ik ben het mee eens met zijn shotten. Bam. Volgende keer moet je dat bewijzen. Ja, hij is getuige en hij is getuige. Ja, broer, maar ik zeg jullie eerlijk, boys. Wat ik wil zeggen, ik denk het ook. Omdat jij zo weet, je lijkt een beetje op een witte, kleine Seedorf. Ja. Zo kort. Je hebt een stamp. Hey, broer, luister. Pannenboom 66. Wat voor mankementen? Mijn pannenboom. Mijn pannenboom 66. Luister, ik heb zo vaak, wanneer ik schiet, broer. Mag ik vertellen? Broer, hij schiet die bal, je ziet een ramp. Die keeper weet niet waar die bal is. Je hoort dit, kijk dan. Ah, precies dat hoor. Coco, als je dit ziet, is wel jammer. Ik heb je lang niet gesproken, broer. Wat? Ik heb echt lang niet gesproken. Ik had laatst nog wel really gesproken. Bloedje. Ja, man. Hij volgt ons ook, ik wist niet. Hij checkt alles. Ja? Ja, man. Maar wanneer gaan we eentje eten? Volgende week heb ik de Champions League, man. Ja? Ik denk die week erop. Tegen wie ga je, broer? Atletico Madrid. Ah. Dus je gaat tegenover, wacht even, kijk, Atletico. Is hij jouw mannetje? Nee, man. Ja, we spelen met twee spitsen, dus... Dik man. Torres. Hè. Torres, als je dit ziet, nee. Nee. Dan gaat je Canada doen. Nee, ben je gek, vriend. Wie? Want die Jetro eet hem, vriend. Nee, maar ik heb nog niet in de vlog gezegd, maar die goal van Jetro tegen Ajax... Dat is mijn ding toch, ik hou van... Ja. Hij gaat naar van linker... Was van linkerkant, hè? Ja, man. Gaat naar... Nee, hij fake met links. Ja. Die mannetje gaat, hè? Mannetje was Kralingse bos, broer. Gaat naar binnen, ging met de rest. Hij komt nog tegen iemand aan, volgens mij. Hij ging zo mooi erin. Broer, één video van ons waar je Brokkel ging.
voordat je één video van ons? Welke was echt waar je Oh, die ontvang? Ene met die auto, man. Wacht, laat me bij. Met parkeren. Daar ging het brokken. Misschien heb ik hem ook nog gelijk. Oh. Sterk. Nou, als jullie hebben 12 volgers, hoor. Als jullie mij niet terug. Broer, ik heb je al lang gevolgd. Spam. Hey, ik moet al plassen, snel Jay doen. What the fuck? Hij zegt spam. Meteen, ik zet gelijk op mijn Insta. Hè. Die is een fake Amos rijden. Allemaal. Deze. Fuck! Hey, nee. Internet niet betaald, Jitro? Nee. Ik doe zo'n NB's op. Broer, en ik betaal nog in termijnen. Wat jullie zien, alles komt uit, man. Ja, man. Was alles. Ja, man. Hij moet doezen. Ja, man. Moet weg. Ja, ik moet weg, man, broer. Dus. Relax dagje. Volgende keer gaan we ballen, man. Volgende keer, kom snel weer. Hè. Kom snel weer voor ze. Ja, toch. Ik denk, ik ben niet van de straat, toch. Dus ik kom ze even wat skills laten zien van mij. Jullie gaan het zien, man. Onthoud deze Akka naar binnen. Akka naar binnen. Ik doe Akka naar buiten. Snap je? Maar check die vlog, zie je toch? Ja, man. Geloof me. Het wordt wat. Ja, toch. En sowieso voor de volgende keer. Hier zo met palmboompie. Mr. Sarah. Hey, luister. Mr. mijn schatje. Hey, ze noemen mij palmboom. Hey, deze vrouw. Hij zegt tegen mij palmboom sessie. Waarom? Ik weet niet waarom eigenlijk. Die hartje ging naar rechts. Ga je precies laten zien. Even in de schaduw komen. Ja. Ja. Is ook naar mijn schat, man. Ja, man. Ja. Alles ja. Ik ben real met je. Ik ben real met je. Ik ben real met je. Ja, man. Hey, luister dan. Deze, hoe is die ding? Hold on.